speciaal voor Sinterklaas gedaan? Ja. Ja? Zou die wel komen dan? Heel goed gedaan. Ja. Denk je wel? Ik denk het wel. Ja? En hoe komt hij dan? Met de kleine stoomboot. Met de kleine stoomboot? Waarom met de kleine? Want die grote is kapot. Oh nee toch? Hebben ze dan wat pakjes mee kunnen nemen? Nee. Nee? Maar hoe moet dat dan? Ze gaan hebben onder de pepernoot en mazapijn zijn nog allemaal geld en laten in Nederland cadeautjes kopen. Gelukkig maar. Want we moeten wel onze schoen zetten, of niet? Heb je ook al een lijst gemaakt wat je wil hebben? Nee. Nee? Dan moet je dat vanmiddag nog even doen. En een mooie tekening? Dan ga ik morgen maken. Oh, morgen maken. Ja, en dan kan je morgen gewoon weer je schoen zetten. Misschien kunnen die twee daar bij de buurt van de Vreulenbrug. Nou, goed zingen, dan komt hij zo misschien wel. Ja. Even kijken of hij er al aankomt. Zien jullie al wat aankomen? Een boot of een klein bootje of een paard? Iets met een witte paard, iets zwarts. Oh! Daar komen er al twee aangevaren. Het zijn volgens mij twee zwartpieten. Ja. Het is een beetje een klein bootje. Misschien kunnen de jongens van de brand even helpen. Heb je het dan niet heel koud? Nee. Nee. Waarom niet? Weet ik niet. Gewoon lekker aan het dansen? Ja. En dan vanavond je schoen zetten? Ja. Ja. Heb je wel een goede lijst gemaakt? Nee. Nee? Nog niet. Dat moet je dan maar even doen. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Hallo. Wat sta je hier met je mooie oorwarmers? Ben je helemaal klaar voor? Ja. Sta je al lang te wachten? Ja. Ja? Nou, zou die wel komen, denk je? Ja. Jawel? Denk het ook hoor. Hij moet gewoon goed zingen, dan komt hij vast. Thank you.
was de reis? Het was een goede reis hier naartoe. Ja? Ja, naar Spanje. Ja, maar jullie hebben wel een beetje pech gehad met de boot. Ja, de boot is kapot. Ja, en nu? Nou moesten we met het paard. Ja, en met z'n allen op het paard. Niet met z'n allen. Wij lopen er zo lekker gezellig naast. Maar ben je niet heel moe dan? Nee. Want het is heel ver lopen vanuit Spanje. Ja, maar dat doen wij graag voor de kleine kinderen. Oh, dat is wel fijn. Dat is hartstikke leuk. En nu? Wat ga je nu doen? Wij gaan nu heel veel kinderen blij maken. Pepernoten uitdelen? Pepernoten uitdelen. En iedereen mag zijn schoen zetten met iedereen, vijf. Ik ook? Ja, jij ook nog. Ah, joepie. Yes, joepie. Nou, dankjewel Piet. Helemaal goed. Succes, hè? Dankjewel. Komt u even bij me staan, Sint-Nicolaas. Jongens en meisjes, Sint-Nicolaas is in Apeldoorn. En we gaan natuurlijk wel even vragen aan Sint-Nicolaas hoe zijn reis is geweest met de pakjesboot. Sint-Nicolaas, vertel eens, heeft u een goede reis gehad? Op de oceaan, meneer de burgemeester, dank u voor uw entree trouwens. Op de oceaan was het mooi weer hoor. En grote golfslag, een paar Pieter zeeziek. Maar dat was het dan wel. Maar hier in Nederland, ja, toen moesten we overstappen op een kleinere boot. Want, en ook hier in Apeldoorn moesten we gebruik maken van een kleine pakketboot. Want ja, ik heb vorig jaar al aandacht aan besteed bij de voorganger. De Freulebrug, die is zo laag, daar kan de boot niet onderdoor. En er is toegezegd op lange termijn, dat kon nu niet, om die brug beweegbaar te maken. Maar goed, dat is dus niet zo. Wat hadden wij nou bedacht, meneer de burgemeester, om onze pakketjesboot heel diep te laden met allemaal cadeaus. Zodat die diep kwam te liggen en om de brug zo zou komen. Maar ja, ver voor Apeldoorn liepen we vast, meneer de burgemeester, omdat het kanaal niet is uitgediept en zo ondiep is. En nou, ja, toen moesten we een busje huren en vervolgens moest ik de hele tocht verder op Amerika. En dat was wel een avontuurlijke reis, moet ik zeggen, bij elkaar. Nou, Sint-Nicolaas, ik hoor wel dat u hele slimme pieten hebt, want u bent niet zomaar voor een probleempje te vangen. Dus de brug was iets te laag, toen heeft u wat geladen, u heeft uiteindelijk een wat kleinere boot genomen. Maar Amerika, die heeft u hier gebracht. Wat ziet uw paard er geweldig mooi uit. Wie verzorgt hem altijd zo mooi? Ja, dat zijn mijn pieten, hè, de stalmeesters en zijn, ja, zijn trawanten zou ik haast zeggen, maar dat woord past niet. Maar zijn onderpieten. Mooi Sint-Nicolaas, ik had nog een vraagje aan u. Denkt u dat vanavond alle kinderen de schoen mogen zetten van u? Dat denk ik niet alleen, meneer de burgemeester, maar dat weet ik wel zeker. Dat moeten ze een wensenlijstje erbij voegen en misschien een wortel voor Amerigo. He, dan komt het allemaal goed. Mijn pietenleger is al drukdoende om die pakketjes uit de kleine pakketboot over te hevelen en ook te verspreiden. Dus dat komt allemaal in orde. Sinterklaas, vertel, waar gaat u nu naartoe? Want u bent even bij mij op bezoek in het oude raadhuis, maar wat gaat u nu doen? Hierna gaan wij nog bezoek brengen aan de Orangerie, meneer de burgemeester. Dat is ook een vaste route ieder jaar om daar ook nog een ontvangst te hebben, begrijp ik. En daarna vertrekken wij weer verder naar andere steden, maar mijn pieten die blijven overal in het land natuurlijk. Ja precies, want dat wil ik wel even weten, want Sint-Nicolaas moet natuurlijk met ook pieten voor Apeldoorn hier wel even blijven in de stad om vanavond die schoentjes te vullen.
Maar ik begrijp wel dat u zo meteen naar de orangerie gaat. En dan mogen alle papa's, mama's, oma's, opa's, tantes allemaal even mee die kant op. Uiteraard, meneer de burgemeester. Nou jongens, dan gaan we nu een liedje zingen. En ik ga even vragen aan Sinterklaas welk liedje hij heel graag wil horen van jullie. En daarna stapt Sint-Nicolaas weer op zijn mooie schimmel richting de orangerie. Welk liedje vindt u mooi, Sint-Nicolaas? Nou, ik vind een hele hoop liedjes mooi. Maar ik wou er eens verandering in brengen en het altijd werd een stoomboot, zich in komt de stoomboot gezongen. Ik zou graag nog eens horen, daar wordt aan de deur geklopt. Ja. Lijkt me geweldig, de Pietenband, is die klaar? Daar wordt op de deur geklopt, Sint-Nicolaas. Hij komt eraan, nou dan wachten we toch nog even. Want we moeten een beetje warmer worden, vind ik. Hoofdpiet, doe nog eens een lekker kort, mooi Sinterklaas liedje. Nou, dan nemen we degene die het meest gekozen wordt, Sinterklaas Kapoentje. Gaan we doen, Pietenband. Even snel de muziek erbij. Heeft u er zin aan, Sint-Nicolaas? Zeker weten, meneer de burgemeester. U heeft een lange reis achter de rug natuurlijk en u zult ook wel moe zijn. De Pietenband is weer klaar, daar gaan we. Dankjewel. Sinterklaas gaat nu op zijn paard. En dan zingen we denk ik nog het derde liedje is van Dag Sinterklaas. Maar hij blijft wel natuurlijk in Apeldoorn. Dat snappen we allemaal wel. Sinterklaas, wat fijn dat u er weer bent. Heeft u een goede reis gehad? Dat ging dit keer wel. We hadden een hele vlakke zee. Nou ja, vlak zoals een oceaan is met grote golven. Maar weinig storm of geen storm, dus dat ging vrij goed. Nou, gelukkig maar. Een van de pieten werd toch zeeziek door die deining. En dat was een tegenvaller. Maar hij is gelukkig nou weer op vasteland, is hij er bovenop gekomen. Was het de eerste reisje dan, dat u het niet gewend was? Ja, hij ging pas voor het eerst mee. Nou, normaal hebben we wel wat onrustige golven en gek. Maar dan krijg je die zeeziekte niet. Maar juist door zo'n deining, zo'n eentonige deining,
dan komt dat op. Ja, als je daar gevoelig voor bent. En dat was deze Piet behoorlijk. Dus arme Piet, arme Piet. Even, ja. En was het niet heel krap? Want u bent, ik hoor, met een kleiner bootje gekomen dit jaar. Nee hoor, dat viel wel mee. Dat viel wel mee. We hebben wat, kunnen altijd wat schuiven met het aantal Pieten aan boord natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Ook in Spanje is het crisistijd, dus wat dat betreft kwam dat wel goed uit. Ja, en is het gelukt om alles mee te krijgen? Want ik begreep ook dat u al gewoon geld heeft meegenomen om hier in Nederland cadeautjes te kopen dit jaar. Dat doen we altijd wel natuurlijk, hè, om aanvullingen bij de middenstand hier in Nederland te verkrijgen. Dat is altijd wel vast de prik natuurlijk. We kunnen niet alles in Spanje inslaan. Omdat er bepaalde dingen zijn die niet in Spanje zijn, maar in Nederland wel verkrijgbaar zijn. Ja, natuurlijk. Dus ja. Overal in de landen waar we komen, dan passen we het inkoopprogramma wat aan. Ja. En hoe vond u dan nu de intocht dit jaar in Apeldoorn? Nou, dat was fantastisch. Ja, dat is altijd weer hartverwarmend. Ja. Als de kinderen aan de kade je toejuichen en dankbaar zijn dat je daar weer aankomt. En de ontvangst bij de burgemeester was ook allerhartelijkst. Ja, nieuwe burgemeester. Ja, zeker. Dus ik moest even kennis maken, maar ik kende hem al uit Harderwijk. Hè. Een paar jaar geleden zijn we daar met een grote stoomboot aangekomen. En toen werd ik ook ontvangen door burgemeester Berendsen. Dus ja, wat dat betreft was het... En het weer was mooi? Het weer was mooi, dat zeg ik. Ook onderweg was dat best te doen. Ja, maar dat is ook maar goed ook, want dan kunt u vanavond meteen op pad, of niet? Ja, dan moet u eerst even uitrusten. Nee, alle kinderen kunnen hun schoenen zetten en het Pietenleger in elk geval, dat zal weer actief zijn in de avonden en in de nacht. Om dat allemaal op te schrijven en hier en daar wat in de schoen te stoppen, alvast. Hè. En ook ik zal toch wel actief zijn op de daken, daar kunnen de kinderen wel op rekenen.